Ik streef sowieso strijd en passie streef ik altijd naar, maar ik eis ook kwaliteit. En dat vond ik vandaag ondermaats. En dat het dan een aantrekkelijke wedstrijd door de strijd en de passie en misschien het mindere veld. Ja, dat is dan voor het publiek meegenomen. Maar wij zijn bezig om die gasten beter te laten spelen. Waardoor je eigenlijk ook meer punten moet gaan halen als je beter gaat spelen. Dat de kans op punten gewoon veel groter wordt. Nou ja, goed, uiteindelijk win je hem dan nog. Hè. Ik denk dat onze keeper wel een aantal goede ballen eruit hield op een gegeven moment. Maar goed, dan staat de 1-0 staat en achteraf denk ik, zeg ik ook tegen de gasten, ja, we hebben die wedstrijd gewonnen, dus uiteindelijk hebben we het goed gedaan. Maar als je puur vanuit teamtactisch oogpunt kijkt, ja, vind ik dat we vandaag het niet goed hebben gedaan als ploeg. Nee, maar misschien wel een portie teambuilding opgedaan. Altijd mooi meegenomen, 2 weken voordat de competitie gaat beginnen. Vorig jaar 18e. Ja, het is lastig om jouw beloftes af te dwingen, maar we kunnen hier toch wel afspreken dat die prestatie in ieder geval het komende seizoen verbeterd gaat worden. Ja, daar ga ik wel van uit, want we hebben niet voor niks een aantal jongens hebben aangetrokken. Hè, wat met iets meer ervaring, met wat meer vlieguren. En die jongens die in ieder geval moeten zorgen voor wat meer stabiliteit in de ploeg. Nou ja, met Voskamp hebben we in ieder geval iemand binnengehaald die heeft bewezen in het verleden dat hij doelpunten kan maken. Dus we hebben doelpunten ingekocht, we hebben wat stabiliteit ingekocht. Nou, en daarbij moeten de kwaliteiten van onze jonge spelers moeten daardoor nog verder ontwikkeld worden. Waardoor we eigenlijk als ploeg zijnde stappen gaan maken. En wat eigenlijk de doelstellingen gaat zijn, dat is rond de 13 punten per periode. Nou, dan kom je uit op een punt of 52. Nou, en dan doe je waarschijnlijk rondom het linkerrijtje mee. En dat is waar ik het voor doe dit jaar. Ja, dat is een doelstelling die wel past bij deze mooie club. Ja, misschien als je puur even vanuit de club bekijkt, dat het misschien nog wel te laag is. Hè, wat past bij de club. Maar goed, we komen uit een heel diep dal. Hè, gedegradeerd, 1 keer laatste, vorig jaar 1e laatste. Dus er zit wel een stijgende lijn in als je het positief bekijkt. Maar goed, ik denk dat we nu met deze groep, dat we in ieder geval moeten mikken op de doelstelling die we nu hebben neergelegd.